Hoi allemaal, welkom bij een nieuwe video. Vandaag ben ik in de Den Haag stad en vandaag gaan we een beetje shoppen. Ik heb net mijn huiswerk gemaakt, dus gelukkig kan ik dan vandaag toch wel eventjes wat doen. Dus we gaan kijken wat ik allemaal ga halen en naar welke winkels we gaan. Ik wil sowieso naar de Bershka en naar de TK Maxx. Maar ja, het ligt natuurlijk aan hoe laat ze dicht gaan, dus waar we allemaal nog heen kunnen. Dus let's go naar de Bershka. We zijn hier bij de Bershka, dus daar gaan we naar binnen. Ik ben trouwens samen met mijn moeder, dus we gaan nu kijken wat ze allemaal hebben. Dat ik hier nog eens te kijken. Ja, mijn moeder die zag deze, die vond ze wel leuk. Maar ik zag deze, want ja, ik had mijn spijkers en deze lekker zag. En mijn spijkers heeft het niet meer lang overleefd, want het ook wel gaat in. Maar het is wel super schattig, ze wil een sokje in, lekker voor in de winter. Dit is een Esje, dus dit is geen koopkasten. Dit is een jasje, dus die kan je gewoon ook een t-shirt aantrekken. Ik denk dat ik hier heel statisch van word. Wel interessant. Het kan. Lieve ze, ik heb het gedipt, maar zelfs het hele bal. Ik ga hem toch wel nog heel veel aankijken hoe die staat. We gaan nu naar boven en ik heb gekozen voor de zwarte. Of misschien toch niet. Hij is wel fancy hoor. Hij is wel fijn, maar nee.
wel fancy, maar niet mijn smaak. Snoepie broek. Nou, boven is gezien. Zou ik toch die paarse weer nemen? Ik ga nu in de rij. Nou, ik ben geslaagd. Ik heb ook nog deze doorzichtige riem gekocht. En nu gaan we naar de TK Maxx. Let's go. Ik ga gewoon aanlezen in mijn tasje. Nou, hier heb ik wel thuis. Ik zie allemaal tasjes. Deze tas is erg leuk, maar hij zag er wel een beetje te duur. Want ja, ik kijk er dwars doorheen. Nou, ik heb geen luxe van gevonden. Ik heb er wel eens gevonden, alleen die had ik al. Dus we gaan nu weer de winkel uit. Wacht, we gaan in de winkel uit. We gaan vanuit de schoenen naar de kleding. Kijk, deze schoenen zijn ook wel fancy hoor. Als je daarmee loopt. We gaan nu nog naar een winkeltje waar ze bubble tea hebben, want ja, daar vind ik het wel altijd wel lekker. Ik ga nu bubble tea halen bij Sissy Bubble Tea. Een sojamilk shake met strawberry flavor en tapioca. Medium. Ik heb dus een mango bubble tea met mango toppings. Ik ga voor jullie laten zien. En het is gewoon eigenlijk een soort balletje met vlies omheen en daar zit mango in. Het is wel lekker. Ik zit nu in de auto naar huis met mijn bubble tea. Nou, ik vind het zelf wel erg lekker. Nou, wat is bubble tea eigenlijk? Nou, je hebt verschillende smaken. Je kan kiezen of je een soort melk in doet of thee. Zelf vind ik dat green tea zelf er lekker in is. Vraag me niet waarom, iedereen zijn eigen smaak. En dan heb je van die balletjes, die zitten erin. Kan je niet heel goed zien omdat het ook oranje is. Maar je kan ook andere smaken, dus bijvoorbeeld mango, aardbei, blauwe bes. Ze hebben echt van alles. En dat dus popt eigenlijk gewoon in je mond. En hetgene wat er dus nu in zit als sapje is dan groene thee mango. En dat zie je niet. En die balletjes dus met mango smaak. Je zou ook kunnen kiezen voor mango, green tea en dan aardbei. Maar zelf vind ik dat niet de beste combinatie. Maar ja, je hebt ook regenboog. En dat is dan de smaak cherry. Je kan helemaal zelf doen wat je wilt. Maar het is gewoon lekker. Ik zou zeggen, als je wil weten hoe het smaakt, probeer het zelf een keertje. Zelf vind ik het een beetje duur voor een drankje, maar het is wel erg lekker. Maar ik zou gewoon zeggen, probeer het eens. Ik ga de video hierbij afsluiten. Doe een duimpje omhoog. Vergeet te abonneren. Bye Jill natuurlijk. Vergeet me ook te volgen op Instagram en TikTok. Bye Jill Geekside. Doei!